Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met een nieuw mystery beer. Een mystery beer dat ik heb mogen ontvangen van René. Stuurde een doos met 13 mystery beeren op. Echt mega. Super groot, jongen. Zondoos. Ik weet niet waarom ik dat zo doe. Allemaal verpakt in zijn klassieke bruine craft beer. Papier. Craft beer, papier. Craftbeerpapier. Met in dit geval een J erop. En misschien dat voor hem al wat betekent. Ik weet niet of hij goed heeft genoteerd wat waar allemaal in zit. Maar in dit geval betreft het een 33. Nou ja, ik denk 33. Voor hetzelfde geld is het een 355. En praten we over een Amerikaans bier. Zou natuurlijk kunnen, 355. Maar ik vermoed, als ik zo kijk, dat het een 330 is. Een klein blikje. Kan alle kanten opgaan, maar... Zoals de laatste tijd gaat, daarom heb ik weer zo'n donkerbruin vermoeden dat we hier praten over een zwaar, groot, stevig, dik bier. Wie weet. Het kan natuurlijk alle kanten op. Mystery bieren, jullie sturen mijn bieren. En ik moet naar aanleiding van geur, kleur, smaak proberen te achterhalen wat er in het glas of uiteindelijk dus het blikje zit en zien of dat wat wordt. Het bier is behoorlijk koud, komt regelrecht uit de koelkast. Ik neem een grote gok. Voor hetzelfde geld is het een barley wine of een stout. En is die eigenlijk te koud? Maar ja, aan de andere kant, als het een pilsner is... Wat voor lager dan ook. Of een mooie IPA. Dan wil je hem natuurlijk liever wat kouder hebben. Dus we gaan het zien. René, hartstikke bedankt voor het opsturen van dit bier. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik drink ze gewoon willekeurig qua volgorde. Ik heb geen idee wat waarin zit. Het ziet er naar uit dat we geen super zwaar donker bier hebben. Het ziet er zelfs uit als relatief clear bier. Dit ziet eruit... Als een pilsner. Dit ziet eruit als een lager. Wat ben ik blij dat hij uit de koelkast komt. Het ziet eruit als een ondergistend bier. Echt helderder dan dit wordt het niet. Zelfs zo helder dat je elk klein stukje hashtag dirty glassware kan zien. Alles hier schreeuwt pilsner. Wel of niet alcoholvrij. Eventueel een heel erg gefiltreerd blond. Superwitte schuimkraag. Dit kan echt alle kanten opgaan. Misschien ook wel alcoholvrij. Sportsot. Mijn eerste instinct zegt inderdaad ondergistend. Zo helder als dit. Sowieso ondergistend. Wat ik mee bedoel is geen gefiltreerd bier. Geen blond bier dat helemaal doodgefilterd is. Dit schreeuwt gewoon ondergistend. Lager pilsner. Kan van alles zijn. Hè? Een helles. Een kolsch. Kolsch is technisch niet ondergistend. Jullie snappen wat ik bedoel. Genoeg geluld. We gaan eens kijken wat dit doet in de neus. Ja, geen supersterk aroma. In de neus... het zou natuurlijk alcoholvrij kunnen zijn. Want er zijn tegenwoordig hele goede. Maar het schreeuwt... Het heeft niet dat weeige zoete. Wat een alcoholvrij zo snel in de neus heeft. Heel erg multi-biscuity. Dat heel erg droge, crackerachtige dingetjes. Je snapt wat ik bedoel. Licht grassige toon. Een hint van een beetje citrus in de verte. Alles hier schreeuwt pilsner. Misschien zelfs een classic German pilsner dat erop staat. Want voor een Bohemian pilsner, een Czech pilsner, heeft over het algemeen een iets sterker zoetje in mijn gevoel. Terwijl de German pilsners, de Duitse pilsners, iets crisp cleaner zijn. Heel crisp clean is die sowieso. Ja, echt dat super moutige zit er heel erg mooi aan. Alles hier schreeuwt wat mij betreft echt gewoon een pilsner. En ik vermoed eentje met alcohol wel, omdat ik dat hele bready dingetje heel erg mis. Waar ik het net over... wegen zoetige heel erg mis, waar ik het net over had. Licht grassig, een beetje een peperig randje in de verte misschien. Er komt iets meer een zoetje naar voren, maar nog steeds niet dat wegen zoete van een alcoholvrije. Gewoon het mooie zoete van een... Pilsner. Ik krijg nog één ander iets. Er zit een soort van... Bijna honingachtig... licht randje aan. Alles hier schreeuwt gewoon... Imperial Stout natuurlijk. Nee, alles schreeuwt hier gewoon pilsner. We gaan een slok nemen en kijken of we iets meer kunnen achterhalen. René, nogmaals, dankjewel. En proost. Thank you.
Mooi fruitig. Wat hoppig. Niet mega fruitig, maar fruitig als in... Weet je, dat citrusteltje dingetje. Ik bedoel, niet fruitig. Waarom moet ik dat uitleggen als ik zeg fruitig niet als een IPA? Omdat dat is het eerste is waar mensen aan denken. Een licht citrusrandje, heel erg in de verte. Iets dat een beetje witte druit. Nelson Sauvin-achtig. Heel subtiel, maar eerlijk vermoed ik gewoon zoiets als een Hallertau Blanc. Maar ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik denk dat we hier wel te maken hebben met een alcoholvrije. Ik denk dat we hier te maken hebben met echt zo'n mega goede alcoholvrije. Weet niet waarom. Aan de andere kant het mondgevoel is te dun. Het mondgevoel is wel heel erg lekker. Nee, weet je wat? Er is een kans dat het alcoholvrij is. Maar ik hou het op een... Dit is gewoon echt zo'n classic German Pilsner. Wacht. Helles. Nee, dit is iemands Helles. Hij is ietsje voller in body. Hij is een tikje voller in body. Een tikje voller in aroma. En smaakt voornamelijk dan dat een gemiddelde pilsner zou zijn. Dus ik zeg iemands Helles. Ja, weet je wat het vervelende is aan een mystery beer review zoals dit? Er zitten niet heel veel nuances of dergelijke natuurlijk in een bier als dit. Of nuances, complexiteit. Het is misschien wat genuanceerd, maar wel heel erg basic natuurlijk. En wat ik hier gewoon... Als ik kijk naar de iets wat donkere kleur, dan een gemiddelde pilsner zou kunnen zijn, is dit iemands Helles. Een Helles van 5,3% in alcohol, Hallertau Blanc. En misschien dat ze zelfs gespeeld hebben met een beetje wat moderne hoppen, richting iets als een Nelson Sauvin. Er zit iets in dat een beetje doet denken aan dat... Witte druifkarakter, dat ik bij een beetje wit fruitkarakter, wat ik bij sommige van die Nelson Sauvin IPA's wel eens heb. Het zou kunnen zijn dat er een beetje gespeeld is met een lichte dry hop, met een beetje Nelson Sauvin, of misschien ook wel aan de coke, hoor, weet ik niet. Maar het voelt als iemand zijn Helles. 5,3% in alcohol. Ik ga gans op mijn bek als dit natuurlijk wel... Oh, mijn telefoonhoesje weer eens even goed. Aan de binnenkant, daar gaat altijd zoveel stof in zitten. Ik zeg iemands Helles. Het zou me ook niks verbazen als het ook van een Duitse brouwerij is. Ik hou het op een Duitse brouwerij. De meeste doen 44 tegenwoordig, maar ik hou het op een Duitse brouwerij. Duitse brouwerij, Helles, 5,3% in alcohol. Misschien met wat Nelson Sauvin. Ik vind hem lekker trouwens. Ik kan nog niks zien. Ik vind hem lekker. Nee, dit zijn echt leuke bieren. Het is Nederlands. Ik ben heel blij dat dit... Volbonden goudblond bier, langer gebrouwen voor een rijkere smaak. Nou ja, goed. Oké. Okay. 5,7% in alcohol. Kijk. Godzalig. Behoorlijk vers nog. Ik ga naar huis. 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 Ik ben thuis. Ik wil niet meer.
Ik wil niet meer, ik blijf. Ja. Het is gewoon lekkerder. Er zit nog steeds mais door. Het is lekkerder dan hun standaard pils. Het is lekkerder dan hun... Het is lekkerder dan hun standaard pils. Oké, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik vind nog steeds een stel klootzakken daar, wat ze daar allemaal doen. Het is AB InBev. Het is fucking AB InBev. Fuck. Oké. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik ben echt even stil. Voor degenen die het kanaal nog niet zo lang kennen. Ik heb echt een pleurenzekel aan Hertog Jan. Vanwege al het gezeik over die Grand Prestige. Het wordt opgehemeld alsof het 's werelds beste bier moet zijn of zo. Het is gewoon een... Er zitten kleurstoffen in. Kom op, er zitten kleurstoffen in. Het bier is gepasteuriseerd. Zo geweldig rijpt het niet meer tegenwoordig. Het is zo fucking duur in... Verhouding, de vatgerijpte versie is zo fucking duur in verhouding tot de niet vatgerijpte versies en de prijzen die ze dan vragen. Oh, ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk best wel lekker vind. Het doet me echt denken aan een Helles. Ik ga hier nou eerst eens echt een Duits bier opentrekken, want... Dit is het leuke aan mystery beer. Weet je, je wordt echt geconfronteerd met vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen. Ook al zijn ze zo miniem, niemand is 100% onbevooroordeeld. Dat is gewoon, dat bestaat niet. Punt. Klaar, einde oefening. Iedereen die zegt, ik ben 100% onbevooroordeeld, dat is gewoon onzin. Iedereen is het zelfs een heel klein beetje. Ik heb vooroordelen richting Hertog Jan. En het feit dat ik dit blind proef en dat ik daar gewoon op deze manier mijn meningen over geef. Ja, jammer dat ik niets weet over de hoppen. We hebben een lekker lang laten lageren, waardoor het gehele brouwproces langer duurt. Ja, maar brouwen en lageren vind ik twee verschillende dingen, dat moet ik wel zeggen. Het is onderdeel van het brouwproces, maar je hebt het niet zozeer langer gebrouwen, maar je hebt het langer laten lageren. Dat is wel een belangrijk onderdeel van. Jongens, het is nog steeds met mais. Foei, Hertog Jan. Maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet verkeerd. Ik zie mijzelf echt hier wel een paar van in de koelkast zetten. En op een avondje, als ik een film wil kijken en gewoon een beetje chips wil vreten, hier een paar van wegtikken. Dankjewel, René, voor deze les. De nederigheid die ik hierbij leer. En dat ik geconfronteerd word met vooroordelen. En dat meen ik serieus. Ik bedoel dat op geen enkele manier sarcastisch. Ik ben echt dankbaar voor het feit dat je dit zo hebt opgestuurd. Want dit geeft gewoon aan dat ik misschien... af en toe even een wat minder grote bek moet hebben. Dankjewel. En dat was hem voor deze review. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je het heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox doe ik even links naar al mijn social media. Een link naar de Dutch Beer Collective en een link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En die gaan er heel veel zijn, denk ik, deze keer. En tot de volgende keer. Proost.